De commissie juicht elke toepassing van hulpmiddelen zoals elektronische apparatuur toe die kan bijdragen aan de verhoging van de verkeersveiligheid. Dit zei parlementariër Roselli Cotino, voorzitter van de commissie van rapporteurs, vandaag. Ze ging tijdens de openbare commissievergadering van de ontwerpwetwijziging van het wetboek strafvordering in op de zorgwekkende verkeerssituatie van ons land. Deze vergadering heeft wel voortgang gehad in tegenstelling tot de huishoudelijke die werd afgeblazen, omdat er maar 25 leden van de coalitie de presentielijst hadden getekend, waardoor er niet vergaderd kon worden. Om rechtmatig te kunnen vergaderen zijn minstens 26 leden nodig. Cotino geeft verder aan dat voor dit jaar we nu al op ruim 63 verkeersdoden zitten. Dat baart ons zorgen, zegt ze. Een van de oorzaken is gebleken verlies van controle over het stuur als gevolg van rijden met een hoge snelheid. Soms moeten we wetten maken om mensen te beschermen tegen hun eigen handelen. En deze wet is er één van. Voorzitter, met betrekking tot deze wet, zoals ik eerder stelde, zijn er enkele vragen en aandachtspunten die de commissie onder de aandacht van de minister van Justitie en Politie wenst te brengen. Namelijk 1. Als commissie van rapporteurs hebben we ons afgevraagd of de elektrische apparaten bestemd zijn voor ons klimaat, gelet op onze weersomstandigheden. 2. De commissie wenst meer duidelijkheid omtrent het eiken van de elektrische apparaten. Volgens bekomen informatie worden ademanalyseapparaten jaarlijks geëikt, evenals de laserguns. En bij het verstrijken van de geldigheidsprocedure is het niet meer mogelijk om het apparaat in te zetten voor een dergelijke analyse. Dit is een soort betrouwbaarheidsveiligheidsprincipe dat is ingebouwd in de apparaten. De vraag die bij ons rijst is: zullen deze nieuwe in te voeren elektronische apparaten ook worden geëikt? Indien wel, hoe vaak zullen die worden geëikt? En is ook het zojuist geschetste betrouwbaarheidsprincipe ingebouwd in al deze apparaten? Het een en ander kan worden opgenomen in de memorie van toelichting. Parlementariër Krishna Mathura vroeg of er binnen korte termijn maatregelen getroffen kunnen worden om de snelheden in het verkeer te reguleren. De veiligheid op de weg moet worden aangepakt, zegt ze streng. Ik stel deze vraag omdat hier is al gememoreerd 63 doden in het verkeer, maar meer dan 3000 gewonden in het verkeer en bijna 11.000 aanrijdingen op jaarbasis. Bijna 900 aanrijdingen was het op maandbasis. En als deze cijfers anders zijn, dan hoor ik dat graag van de minister. En dat is voor een klein land als Suriname ontzettend veel. Dat betekent dat ons verkeer absoluut veiliger moet. Ik stel deze vraag ook omdat wanneer we de wet nu wijzigen en het ministerie heeft het voornemen op korte termijn bijvoorbeeld digitale flitspalen te zetten of andere flitspalen te zetten, bijvoorbeeld op de wegdek, trajectcontroles en dat soort dingen, dat we dat in één keer kunnen meenemen en dat we niet elke keer als het ministerie een ander wegmeubilair gebruikt, een ander instrument gaat gebruiken, dat we dan die wet moeten veranderen. Aldus parlementariër Krishna Mathura. Ze sprak vandaag bij de openbare commissievergadering over de ontwerpwetwijziging wetboek strafvordering.